Welkom. Mijn gast is al ruim 10 jaar een vaste plek in de radioprogrammering van L1. Op dit moment presenteert hij samen met Rian Mone het succesvolle programma Route Regio. Hij is ook bekend als presentator van verschillende vastelovensprogramma's op radio en tv. Voor zijn tv-documentaire over zanger, dichter en liedjesmaker Nico Ploem ontving hij uit handen van de SLV de hoge carnavalsonderscheiding, de Zilveren Buut. Hij stond ook aan de wieg van de Einzelgängeroptocht, het evenement waar vastelovend en amateurstraattheater samenkomen. En hij wordt regelmatig geboekt als presentator van evenementen en moderator van forumdiscussies. Zijn hart klopt voor muziek, geschiedenis, Limburg en voor alle dingen die Limburgers bezighouden. Vandaag aan tafel met Ruud Kleine. Dag Ruud. Dag Lex. Goed. Goed. Meteen nee dan. Oh, meteen? Meteen nee. Meteen nee? Nee. Oké. Het zou wel leuk zien wanneer het toch gewoon zou zien. Dat voor strak doet ze en dan voorkomen ergens voor dat je dan op die troon zit. Dan zou ik kapot lachen. Zo'n fijne mintje op zo'n grote troon. Ja, zeker. Ja. Ja. Wie weet. Ruud, wat was je voor jongske? Ja, dit is dan meteen bij de oma in de kerkschool in Warwick. Ik denk dat ik wel een nieuwsgierig jongske word van alles wat ik heb wil weten. Ik denk dat ze wel eens gek van me zijn geworden toen. Vragen stellen en ja. ADHD? Nee, dat zou ik niet meteen zeggen, maar wel een soort nieuwsgierigheid die erin zit, ja. Is dat een familiedrijkje volgens mij? Ja, dat weet ik niet gans. Volgens mij is het eerst de informatie verzamelen en dan zit vooral in de familie dat ze er nog precies weten wie er wel in zit. Hey, je bent ook al vrij vroeg begonnen met muziek maken. Ja, ik had natuurlijk pianoles gehad en nooit geoefend wie ik echt nog op de basisschool zat. En dit is volgens mij mijn eerste concert voor publiek geweest, daar word ik denk 15 jaar. En ben ik het groot aan, is dit in verband met 50 jaar bevrijding in Limburg. Dus daar zit ze in 1994. Toen worden er een soort ovent. Ja, met 42. En dat worden een soort ovent waar ze een bandje zochten. En daar had ik toen gespeeld voor het eerst. Ja. Met een bandje? Ja, met de pap. Bij de pap? Ja, daar houdt toen een bandje en volgens mij ging door een toetsenist weg of zo. Wat speelt die de pap dan? De pap speelt gitaar. Noemt ze dat slaggitaar, hè? Ja. Ja, precies, dat. Ja. Wat voor familie komt ze? Pap, mam? Ja, pap kunt uit Warwick en mijn mam kunt uit IJs. Ja. En mijn pap uit een eigenlijk middenstandsfamilie in de Kerkstraat. Hoewel mijn opa ook in de bouw actief voor. En mijn mam kunt uit een boerenfamilie, die al een boerderij heen. En die had verkering gekregen natuurlijk bij Femina en Heerlen. Echt hoor? Daar ben ik onder andere het resultaat van, ja. En dan heb je nog een broer? Ja, broer die in Dublin woont, is 4 jaar jonger. En mijn zus die zit in Oeganda. Die is nog 4 jaar jonger, dus 8 jaar jonger wie is. Ja, dat is volgens mij, dat heb ik ergens gelezen, pas oom. Ja, mijn zus had inderdaad een dochter gekregen. Wat deed het meentje daar? Ja, mijn zus die zit in een organisatie die vrouwen eigenlijk aan het werk helpen. Die soort vrouwen die zitten in community, zeg maar. En op die manier handhaven die zich economisch gezien. En dat is haar aan het helpen door. Hey Ruud, ja. U bent zelf ook in Afrika geweest. Ja, zeker. Noord-Middelbaar School, het gymnasium op Rolduc. Ik was het weer eens net en ik dacht, weet ze wat ze deed? De geest gaat titelen. Wieso? Ik was het weer eens. Wat ik wil weerde, ik ben geïnteresseerd door alles en ik kan me niet specialiseren en die keuze allemaal net maken. En dan stelde ik dat een beetje uit, zag maar door een jaar tussenuit te piepen. En toen ben ik in Benin geweest, in West-Afrika. Cultureel uitwisselingsprogramma hoorde dat toen. En daar ging ze door gewoon wonen en op excursies. En de foto die ze ziet, daar ben ik op audiëntie bij een koning. En die zit achter deur met die roe muts op. Ze zetten ook door gekke mutsen op. En daar zit de tolk bij. En dan moet ze andere heilige honing preuven, gelovig toch. Dit is dus Noorden Middelbaar School. Op de knieën? Ja, 18, 19 jaar dat ik toch word. Ja. Maar dat bleef toch niet? Was je zo toch niet in een van die hutjes? Hè? Dat gewoon het bij lui heen. Waren redelijk primitief, Noordwesterse maatstaven. Maar vier zoten in de stad. En dit is echt... Wie komt ze dat terecht?
Ja, dat wordt een excursie. En in Afrika, wie dat werkt, daar zijn jullie met contacten. En via kent ze dan bij zo'n keuring kent ze terecht. En dan loopt het ganse deur op uit. En dat ontvangt zich dan. En dan moet ze nog loesteren. En dat geeft er serieus aan toe. Hé, hey, ja. Maar nog even terug. Ja. Dus acties van, ik wist wel niet wat ik zou gaan doen. Wat heb ze dan allemaal gedaan? Dus nou het gymnasium, dat uitwisselingsprogramma. Toen ben ik cultuurwetenschappen gaan studeren in Maastricht. Maar natuurlijk niet afgemaakt. Als theaterdirecteur kennen we. Ja, bijna wel, ja. Ja. En daarna had ik, dat hoort toen personeel en arbeid. Ja. Ik geloof dat nu HR is. PNO. Ja, precies. Dat had ik gedaan. En toen in de horeca beland. Want ik koos, wie ik afgestudeerd word, bedrijfsleider werd in Las Vegas, in Nijenhagen, Landgraaf. Ja. Oh, dat was er voor gestudeerd is. Ja, goed. Dan kunnen we alles bijeen, toch? Ja. Ja. Wat superleuk tijd gehad. Leerschool. Ja, dat voor altijd. Is de universiteit van het leven, de horeca. Maar dat hoef ik toch geloof ik niet te vertellen. Nee, dat hoeft ze voor altijd. Ja, zeker. En ja, dat kent ze natuurlijk wel, die interesse in lui botvieren. Dat is natuurlijk uiteindelijk wat hem geeft bij mij. De Las Vegas, zijn die naar huis begonnen? Och ja, daar ben ik ook nog een jurk of zo geweest. In Heerlen? Ja. Las Vegas is dicht, geloof ik. Hè? Las Vegas is touw en naar huis, daar zit een pianobar in tegenwoordig. Ja, ja. Ja. Marco werkt die bij de Park. Ja, dat is een morgenprogramma. Ochtendprogramma. Een tamage hoor. Ja. Hobby. Ja. Ja, dit is wel leuk. Ik ken dich ook als muzikant. Ik vind dich meer een muzikant. Ja, dat bleek ook wel. Als in de voetballer. Ja, verstond hij in de truitjes van Roda. Ja. En kort op bij Roda ben ik nooit gekomen. Nee. Dit is gewoon een miniveld toernooi. Ja. Met jongens van de middelbare school. Je ziet er op de voorgrond als keeper Ryan Palmen liggen. Dat is nu burgemeester in Horst. Oh nee, ja. Ja, zeker. En verdogen met die jongens met. En verkozen via de truitjes van Roda toen dat die kregen. Nou, dat vonden we wel zo grappig dat we door Geer en gingen shine in Rimburg en in de Iserun het roet vlegen op het toernooi. Dus niet erbij dan dat. Nee, ja, best gek. Ik ben ook nooit zo competitief of zo geweest. Heb ze wel gevoetbald? Ja, lang. Hoe? Bij Rimburg. Rimburg? Ja, zeker. Is gekiept en een later speler. Is dat niet de oudste voetbalvereniging van Limburg? Ja, in ieder geval hij in de buurt. Joh. Nu 18 zijn ze opgericht. Ja. Dan komen er niet veel bij in de buurt. Nee, dat klopt. Maar het wordt een leuke team, maar weet ze, ik boeien toch uitslag nooit zo. En dat best als voetballer eigenlijk al gezien. Gisteren was het aan het voetballen? Ik probeer dat wel te doen. Ik kom een paar keer per jaar bij Roda. We gingen vroeger al eens dukker, ook in het Nederlands elftal en zo. En ik vind het leuk om met de pap en mijn broer af en toe een voetbalreisje te maken. Om naar Manchester te gaan of naar Barcelona en door een wedstrijd te kieken. Leuk. Hey Ruud, en nou die begincarrière, zal ik maar zeggen, horeca, et cetera. Ja. Komt ze plotseling, een jaar of 10 geleden bij Ellen in terecht. Ja, ook eigenlijk toevallig. Ik zorg dat ze een vervanger zochten voor het middagprogramma. Tim Op het Broek houden dat toen, maar die pakken eigenlijk nooit voor kans. En na zoveel jaar begoesten ze dat onverstandig te vingen. Toen zachten ze bij L1 voor dichtmotten voor eens een keer een vervanger. Ja. Dat ben ik toen geworden, eigenlijk als halve grap in de demo ingeschikt, het platen af en aangekondigd. En toen mocht ik op gesprek komen en toen ben ik het geworden. Ah, dat is fijn hè. Ja, nou ja. Dat is zo'n middagprogramma, dat heb ik al in het begin gezegd. Ja, we zitten elke dag tussen 10 en 1. Als je nu een jongske kijkt naar dit programma van een jaar of 15. Ja. En dan zei ik wil ook bij de radio. Nou hé, bij Parks aan het beginnen. Ik ga dat net gedaan, maar dat is ook echt toevallig geweest. Maar dan moest je gewoon stonden maken, dat is ervaringswerk. Vlieguren. Ja, en daarbij moest je natuurlijk ook een beetje aanleggen. Aan. Kent ze niet financieel. Heb ze dan in de TSB alleen ook nog wat cursussen moeten doen? Ofzo? We kregen wel eens training van lui die dan in het Hilversumse gewerkt had. Bart van Gogh en zo. Dat soort lui die komen zich dan vertellen wat ze moest doen. En dan hebben ze zich twee weken aan. En dan wisten ze toch gewoon zichzelf. Maar dat ging het ook helemaal. Ik bedoel, er moest geen trucje opvoeren. Die tijd in de media is wel voorbij, denk ik. Ja. Ja, nou, dan zijn er nog altijd die daar in het centrum met verdedigen. Ja, dat is ook wel zo. Maar ik denk zeker op radio, geeft hem contact maken tegenwoordig en om echte lui. En net zozeer om zichzelf, zeg maar. Dat is een soort doorgeefluik. Radio, ja. Even voor radio. Ja. Wat dat in de toekomst, radio of podcast? Ik denk dat dat fijn even elkaar kan bestoren. Ik denk dat er voor allebei publiek is. En het radio maakt zich benieuwd, denk ik. En bij podcast kent ze die interesse echt bevredigen. Want dan geeft het natuurlijk 3 kwartier over één thema deurig. Met een stoel van Disney Hulls. Ja. Nou ja, dan kent ze door die trekkervingen. Op radio hoop ik dat ze dan benieuwd werd. Dus dat is een beetje de ingang. Ik merk dat de laatste tijd enorm in is. Ja, zeker. Podcast. Ja, maar we moeten nog afwachten wie zich dat weer ontwikkelt. Want er zijn natuurlijk een ganse hoop lui podcast aan het maken. Waar ze strak heen gekomen dat er 15 lui naar loesteren, inclusief de oma. En ik weet niet of het dan nog leuk is om te doen.
Vervullen jullie misschien net, dat weet ik niet. Maak je ook podcast? Ja, ik ga er op dit moment drie. Echt waar? Veranderen de Vaste Lovens podcast, Touche. Ja? Met Rian Mone samen met mijn radiocollega Sofa Sessies. Dan gewoon voor eigenlijk, ja, dat is eigenlijk zo gek wie dit, maar dan helemaal op de bank beginnen. Oh. Lekker vertellen. Ja, zonder foto's. Ja, en een Limburgse taal en magig, dat is specifiek uw dialectgebruik. Dus voorlopig is dat het even. Qua podcast. En dan nog radio. Dus radio zit eigenlijk best wel vol. Ik zit redelijk vol, ja. Wat moest ze dan niet met Bart stoten? Ja, Bart, ik vind dat leuk, omdat Bart het verschrikkelijk vindt dat ik die foto laat zien. Nee, ik ga met Bart een aantal seizoenen al Vaste Lovens programma's gemaakt. En dit wordt op de boot, de boetezittingboot. Ja. En we gingen door een kapiteinspet. Maar onze visagisten vonden het leuk om ons ook een beetje over de top erbij te schminken. Dat zie ze wel. Is het veel make-up gebroken? En lipgloss zelfs zie je niet. Dus daar gaan we even een leuke foto bij. Je Bart ook in dit programma gehad. Dat woont niet weg. Dat zijn moeten knippen. Ja. Oh ja, nee, maar Bart is natuurlijk... Los van het feit dat veel plezier met hem man. Het is natuurlijk enorm talent. Ja, topmuzikant. Muzikaal gezien is het echt ongelooflijk. Wie sneller is, ik ken daar echt bij likkenbaren, serieus. Ja, je doet ook programma's met hem, geloof ik. Hè? Ja, zeker. Ja, ja. Ik werk vaker met Bart samen. En dat is ook fijn, niet alleen omdat Frans Schot verstond. Maar we kennen ook snel vuurbereiden, snel werken. Maar goed, ik zit elke dag met Rian bij de radio. Dat is natuurlijk ook goud, hè. Ik ga echt het gouden lot wat dat betreft. Ik werk echt met leuke Luis samen. Met Tim heb ze ook samengewerkt. Even kijken. Ja, dat is Tim, hè. Tim op het broek. Ja, daar begroet het eigenlijk met bij L1. En Tim zit nu in Hilversum bij Kink. Kink Radio. En daar ben ik waanzinnig trots op, want dat deed hij geweldig goed. Kink is alleen op internet, hè? Vooralsnog wel, maar ze zijn bezig om ook op FM te komen. Ja, dat schijnt zoveel geld te kosten naar Ruud. Maar goed, hij is ooit bij de drie genomineerden voor de Zilveren Radioster. Ja. En dan best gewoon de beste presentator van Nederland, mensen dat wint. Mis je hem nog een beetje? Echt wel. Persoonlijk wens ik hem heel erg. En ook omdat vier Van Koeten ook, zeg maar, gek doen samen. In de goede zin van het woord. Ja. Van Koeten was echt kapot lagen. En het woedde een soort absurdistisch gesprek vaak. Dat houdt ze niet immer in de uitzending. Maar dat zorgde wel precies voor de goede sfeer die nodig is om een leuk programma te maken samen. Ja, hij heeft echt super veel plezier gehad. En ik vind het echt fantastisch dat het hem zo goed gaat. Ja, het ging hem echt geweldig. Het is... enorm talent en ik ben blij dat de nu landelijk die erkenning kiet. Ja, ik denk dat nog wel gaat hoger, in hogere sferen, regionen terecht kunnen. Ja, maar ja, goed, hij had nu echt de ambitie om dat Kink echt landelijk goed op de kaart te zetten. En ze hand door een club, lui van radiomakers die net zo gek zijn te variëren. En dan kent ze tot grote hoogte komen natuurlijk. Dus ik ben benieuwd. Ruud, dat is nog een naar die toekomst met het eigenlijk gezet van meneer Kleine. Ja. Je mag het radioprogramma maken wat gierig jij wilt. Ja. Wat zou ze dan maken? Nou, dat ligt best wel kort bij wat ik nu doe. Ja? Ja, want ik vind het leukste om over de passie van Louis te kallen. En Rian en ik, we proberen dat gisteren dag te doen. Om, zeg maar, als je met Doeven haast, hoef ik dan niks met te haar. Maar dan kom ik naar dicht en wil ik via dicht zien wat zo chic is aan Doeven. Ja. Of aan Vusje. Of aan in een bandje spelen. Of aan voetballen. Maar me niet zoet. Maar dat toch heet het hem. Dat ze de Louis dat podium geeft. Hun passie, dat is wat leuk is om naar te kijken en naar te loesteren, denk ik. Had volgens mij ook te maken met wat ze vroeger gedaan hebben in een café staan. Volgens mij is dat hetzelfde. Dat zijn die drie lui die aan het begin van de overwind nog rustig is in de tiek zitten. Daar geven ze met in gesprek en die vertellen over hun leven. Die komen ook zo vroeg omdat ze dat verhaal kwijt willen, ja, denk ik. Ja. Hier met de familie moet ze ook vooral kwijt worden. Nou ja, dit is op zich in die zin een bijzondere foto. Dat vier net zo vaak bij elkaar zijn met z'n allen. Want mijn broer en zus woont in het buitenland. Ja. En nu worden dan toevallig zo, begin dit jaar, dat wel zo wordt. En ja, goed, dan moeten we toch even bij je komen. En dan is dat wel hier bijzonder. Want dat wordt volgens mij misschien 3,5 jaar net gebeurd. Boah. Ja, omdat die is helemaal weg zijn. Dus een van hun is wel eens hij of zo. Is een beetje een familie, man. Weinig wel meer weer. Maar dat is omdat gekker in de weg is. Dan geeft ze zich dat toch een beetje realiseren van... hé, dat is toch wel leuk, want de band oké is. Ja. Ik verzal haar ook, want zie hij zou wonen... voor zouden de duur net bij je plat lopen. Ja, dat kiest toch geen zeik, Alex? Nee. Sorry. Nee, ja. Dan hebben ze een zoon uit de relatie. Ja. Ja, uit mijn huwelijk. Dit is Midas en dit is nu 13. Prachtige naam, nog een keer. Midas. Geweldig. Ja, alles wat de aanraak verandert in goud. Goud, ja, precies. Moet alleen even niet kieken wie het verhaal afloopt. Maar, maar ja, hij zit in de brugklas nu en deed het geweldig. Ik ben echt trots op hem. Ja. En het meidje. Ja, dat is Robin.
En dat hulde al 2 jaar met mijn goed lijkt. Nee. Dat verdient al een leentje, of niet? Ja, in het goud. Ja, dat dacht ik toch. Jongen. Ja. Ruud. Lex. Als ze nu bekijkt maar wat ze allemaal gedaan is, wat hebben ze het liefste gedaan? Pff, wat een moeilijke vraag. Of wat ze nu met bezig bent, gewoon? Ik moet een beetje verschillende dingen doen, dat is het wel. Ik heb de neiging om me vlot te vervelen. Dus als ik ergens mee bezig ben, is het toch immer leuk om te weten dat ik ergens anders ook een impuls kan maar dat vak wat je toe hebt, ja. Is toch een concentratievak? Is concentratie, maar kun je wel alles langs. We versnieren alle thema's aan, van politiek neus tot vaste loven en alles wat ertussen zit. En dat helpt me wel fris. Ja. En hoop ik dat ze nog heel lang fris blijft. Ik hoop het ook, zo fris wie dicht. Ik vond het ontzettend liefste. Oh, nou, dat is jammer als een compliment. Ja. Dank je. Hey, fijn dat je hier was. Dankjewel, Lex. Vond het leuk. Ruud Kleine, vandaag gast in Lex Ontmoet. Tot volgende week. Hoi.